Het nieuws van Twente van dinsdag 8 januari. Voor de brandweer in Twente was 2018 een zeer druk jaar. En ook in Twente zorgt de Nashville-verklaring voor opschudding. Er staan uitspraken in dit verhaal dat ik denk van nou, ik heb op zijn minst wel twijfels in hoeverre dat in lijn is met artikel 1 van de grondwet. Goedenavond. De griepgolf zorgt ook voor problemen bij scholen in Twente. 11 basisschoolklassen moesten het vandaag doen zonder de eigen juf of meester. En invallers zijn ook nergens meer te krijgen. En dat leidde ertoe dat op sommige scholen vandaag de directeur of een onderwijsassistent voor de klas moest staan. Het onderwijs heeft momenteel veel last van de griepepidemie, bovenop een structureel personeelstekort. Opschudding, ook in Twente, over de verklaring van Nashville. Deze verklaring zet de discussie over homoseksualiteit binnen de kerken op scherp. Zo staat erin dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat er genezing mogelijk is. Meerdere gemeenten in Twente spreken zich uit tegen de Nashville-verklaring. Een aantal gemeenten doet dat ook zichtbaar. Zo wapperde in Oldenzaal vandaag de regenboogvlag. Wat was uw eerste reactie toen u de verklaring las? Dat vooral. Eigenlijk verbijstering en heel verdrietig. Ik zie wel dat er staan uitspraken in dit verhaal dat ik denk van nou, ik heb op zijn minst wel twijfels in hoeverre dat in lijn is met artikel 1 van de grondwet. Dit is gewoon echt discriminatie ten top. Mijn eerste reactie toen ik ervan las was, nou zou je het hebben. Het duurde niet lang of wij kregen een e-mail via onze administratie van iemand die zijn lidmaatschap per direct opzij. Boos, gefrustreerd, verdrietig. Heel verdrietig, want er gebeuren zoveel mooie dingen inmiddels, ook in christelijk Nederland, ook in orthodox christelijk Nederland, dat ik dit wel echt toch wel schokkend vind dat dit gebeurt. Jammer. Ook als je landelijk kijkt, is er al een prachtig netwerk, dat heet Wij de Kerk, waarbij geloofsgemeenschappen zich expliciet uitspreken als veilige haven voor LHBT'ers. En in Enschede hebben we daar gelukkig ook daar een paar van. Onder andere het Trefpunt en de Ontmoetingskerk. Deze verklaring is zo kwetsend voor mensen. Hele groepen mensen, delen van onze bevolking, hele identiteiten van mensen worden buitenspel gezet, worden veroordeeld, worden als goddeloos bestempeld. Hoe je hier ook komt, hier ben je welkom. Ik zou eigenlijk de geloofsgemeenschappen willen oproepen om aanstaande zondag, en als ze dat moeilijk vinden, doe dan op zaterdag, en dat kan ook natuurlijk een geloofsding zijn, de regenboogvlag op te hangen. En mochten ze die niet hebben, dan zijn ze van harte welkom om die op te vragen, hetzij bij COC Twente, en anders kun je dat ook bij mij opvragen. En dan zorg ik dat jullie op tijd een regenboogvlag hebben. Ik zou zeggen, zoek de liefde. Zoek jouw liefde. Zoek jullie liefde. En weet je daarin gezegend. Burgemeester Gerritsen van Almelo wil 3 drugspanden in de buurt Nieuwstraatkwartier voor een half jaar sluiten nadat er drugs zijn aangetroffen. Het gaat om 2 koopwoningen en een huurhuis van de corporatie Beter Wonen. De sluiting volgt op de grote politieactie in september vorig jaar, toen bij 13 woningen in de wijk een inval is gedaan. Jan Salverda nam gisteren afscheid als bestuurder bij de Twentse woningcorporatie Domein. Op zijn afscheidsreceptie werd Salverda benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het lintje van burgemeester Gerrit-Jan Kok van Haaksbergen. Salverda werkte vanaf 1991 in de volkshuisvesting. Hij realiseerde onder meer woonvormen voor mensen met een beperking en daklozen. En ook was hij een van de initiatiefnemers van de Social Inclusion Games vorig jaar zomer in Enschede. Als je bij een woningcorporatie werkt, dan zorg je ervoor dat mensen met een laag inkomen een fatsoenlijke woning kunnen hebben. Die ze bijvoorbeeld niet zelf kunnen kopen. Dat is onze taak. Nou, daarmee wonen is echt ook een basisbehoefte. Op het moment dat dat niet goed vervuld is, dan wordt het heel lastig om aan je eigen ontplooiing te werken. Of om een cursus erbij te doen, of nou ja, wat dan ook maar. Brandweer Twente moest vorig jaar bijna 4500 keer in actie komen om een brand te bestrijden of om hulp te verlenen. En dat is bijna 1000 keer vaker dan in 2017. De brandweer spreekt dan ook van een zeer druk jaar. De storm van 18 januari vorig jaar
En de lange droge zomer met veel buitenbrandjes zijn de belangrijkste oorzaken. Er waren vorig jaar in Twente 2 dodelijke slachtoffers bij branden. Dat was in Almelo en in Oud-Marsum. En dan het weer voor Twente. Vandaag veel regen met een zeer harde wind uit het noordwesten. Windkracht 5. Morgen is het droger, al kan het zo nu en dan regenen. De wind blijft krachtig. Later in de week gaat het 's nachts vriezen. De wind neemt af, maar de regen houdt aan. En tot zover het Twentse nieuws voor vandaag. Zometeen op 1 Twente de eerste uitzending van het Twents Festival van de Korte Film. Ik wens je nog een fijne avond verder.